Goedemiddag, dit is Eindhoven. Dat had u begrepen. Philips Stadion, PSV Ajax over een aantal minuten. Op een prachtig bespeelbare grasmat. Een stadion vol met PSV supporters die ongetwijfeld ook hebben meegekregen wat er gebeurd is bij Utrecht tegen Heerenveen. Hier staat de historie tussen PSV en Ajax, waarbij het voordeel duidelijk is voor PSV met een fraai aantal voorgescoorde goals. Maar het is wel opmerkelijk dat het alweer een tijdje geleden is dat PSV hier van Ajax wist te winnen. Vorig seizoen 0-0. Het jaar daarvoor een ruime overwinning voor de Amsterdammers. De opstelling van PSV verschilt in niets van de vorige wedstrijd. Dat wil zeggen dat Toivonen gewoon voorin speelt. Brechet die had wat last van een kleine blessure, maar heeft de laatste twee dagen weer vol kunnen meetrainen. Zuzak, Afalai, Amrabat, Mendes, Simons, Kulina, Salcido. Het zijn de bekende namen dus. Isaacson, de doelman. En dit zijn de spelers waar Lodewegers eventueel uit kan putten, mocht het hem noodzakelijk lijken te wisselen. Opmerkelijke spelers op de bank. Lazovic links en Soleimani, die elkaar natuurlijk door en door kennen. Lotgenoten, bankzitters vandaag in deze zo belangrijke wedstrijd. En Ajax heeft één wijziging. Vertongen is vervangen door Vermalen, die terug is van een schorsing. Emanuelsson, Svitanić en Suárez vormen de voorhoede. En Eno, Aissati en Anita al een tijdje het middenveld. Geen wijzigingen daar. En dat betekent dus dat Soleimani inderdaad op de bank zit. En dat is met Vertongen toch en zeker ook Stekelenburg de meest opmerkelijke namen op de bank. Prachtig gezicht vanaf de catacombe. Handjes schudden hier in Eindhoven voor de wedstrijd. Lodewegers die Ajax een heet middagje heeft beloofd. En ervan uitgaat dat zijn spelers met een groot hart zullen spelen tegen Ajax. En ze zullen ongetwijfeld bij PSV, zoals Ajax gisteren van AZ, de stand van PSV van Heerenveen hebben meegekregen. En dus is er voor PSV nog veel meer dan al eigenlijk kon aangelegen om hier te winnen. Want bij winst pakt PSV op doelsaldo de vierde plaats. Heerenveen verliest in Utrecht met 2-1. En verslaat PSV hier Ajax vanmiddag. Dan staat het vierde. En dan neem ik aan dat er ook in Alkmaar een feestje gevierd gaat worden. Een uitgesteld feestje. Maar dan zal Ajax in vorm verslagen moeten worden. Toivonen, zoals ze doen gebruikelijk bij PSV, de spits. En Aissati, die hier vele bekenden de hand schudt. De laatste weken sinds zijn komst, of het nou toeval is of niet, ik denk van niet, is Ajax naar behoren gaan spelen. Heeft het eigenlijk pas voor het eerst dit seizoen in een wat langere serie wedstrijden aan de verwachtingen voldaan. Met misschien als meest positieve klapper dan de 7-0 tegen Willem II.
Wedstrijd onder leiding van Jan Degreef. Simons en Vermalen schudden elkaar de hand. Degreef dus scheidsrechter van dienst. Hij in dit seizoen in goede doen, maar het zijn allemaal natuurlijk geen garanties voor presteren hier vanmiddag. Amrabat voltooide zijn studie eerder deze week. En kan zich dus helemaal richten op voetbal. Svitanić en Aissati bij de aftrap. Op een uitstekend bespeelbare grasmat. Omstandigheden zijn werkelijk ideaal voor een mooi potje voetbal. Met voor beide partijen verschillende, maar erg grote belangen. Oleguer. Colina met het hoofd. En dat doet Oleguer op zijn beurt ook weer. De eerste poging om Zuzak te bereiken wordt onderschept door Vermeer. Emmanuelsson draait niet echt lekker de juiste kant op. Wordt aangetikt door Amrabat, maar voordeel. Suárez in zijn eerste poging om langs Salcido te komen, wordt hij gestuit. Bal was wat lang onderweg. Iets langer dan waar Vermeer op rekende. Vermalen, Svitanić, bereikt Emmanuelsson niet. Brusje en veel ruimte voor Salcido. Toivonen. Mendes. Op rechts is ruimte bij Colina, maar het gaat eerst via Marcellus. Via de rug van Emmanuelsson. Ingooi voor PSV. Colina. Zuzak kwam er niet uit tegen Van der Wiel. Suárez. Een aardige opening, althans poging, om Aissati rechtstreeks te bereiken. Emmanuelsson. Simons zat er wel even bij, maar niet goed genoeg. Emmanuelsson. Tot twee keer toe Simons gehad. Maar dit is slordig. Dat is Salcido op zijn beurt ook. Vandaar hier uiteindelijk Van der Wiel. Suárez die tegen het eigen been aanschiet. Marcellus. Emmanuelsson hield vast, maar ook hier laat Degreef het voordeel. Colina. Pittige overtreding van Anita. Slachtoffer is Afellay. Waarbij Afellay ook wel veel misbaar maakt en dat doorzag Degreef wel goed. Suárez weggestuurd door 1-0. Voor het doel is Svitanić. Suárez. Tegen Brescia aan. Svitanić net niet. Voorzet van de Wiel. Was niet ongevaarlijk. Fout van Mendes. Maar 1-0 paast ook weer niet goed.
Olygue. Emanuelsson op links is veel ruimte. Emanuelsson gaat zelf en hier is niets aan de hand, zegt Wegerever, die dat van heel dichtbij kan beoordelen. Brisje. Dudak. Zocht Afellay. Van de Wiel. Vermalen. En weer Olygue. Die niet echt wordt lastiggevallen. Nu een beetje door Simons. En Aissati is hem snel kwijt aan Mendes. En dan kan PSV er snel uit. Amrabat op aangeven van Afellay. Vermalen blijft keurig naar de bal kijken. Amrabat, sterk. Colina met veel ruimte. Weggehaald door Olygue. Afellay. Even uit het oog verloren door Anita en dan kan hij in gang. Colina. Terug op Simons. En uiteindelijk Vermeer. Afellay stond vast. Kon ook niets met dat hoge balletje. Emanuelsson. Nuttige ingreep van Brisje, want daarachter was Suárez. Dus moet ook Salcido haast maken. Komt daar goed uit. Al is de voortzetting dan weer niet goed. Zo gaat er over en weer. Aan beide kanten dus nogal wat mis in die eerste minuten. Toch wel wat zenuwtjes, denk ik. Blokkeren van Simons. Olygue. Emanuelsson. Ja, toch een beetje verrast Brisje, waardoor Suárez kan. Svitanić, dat scheelt niet zoveel. Het leek erop alsof Brisje kon ingrijpen, maar die raakt de bal maar half. Omdat Svitanić hier de bal had lopen, wordt het een via Brisje aardig paasje. En Svitanić wordt nog licht in de rug gehinderd door Colina. Dus voor hem vooralsnog niet zijn tiende. Uiteraard de bondscoach. En dan uiteraard ook Koekie voor. Svitanić. 1-0. Van de Wiel. Uiteindelijk Mendes en Zuzak die dan de bal niet binnen kan houden. Suárez. Goed gegeven. Goed gekeken van de Wiel. Marcellus die geen risico nam. En hier weer goed voorkomt. En Mendes gaat er fel in. En heeft daarmee de primeur van de middag. Hij krijgt geel.
Wielaert ziet het komen en kan ontwijken. Maar het gaat, zo u weet, natuurlijk altijd om de intentie. En die was wel geel waard. De Eindhovense fans zijn Aissati nog niet vergeten, zo u hoort. Daar moet hij dan maar extra motivatie uithalen. Olleger. Emanuelsson. Draait toch makkelijk weg en niet voor de eerste keer vanmiddag. Zijn keuzes daarna zijn nog niet altijd even handig, maar deze wel. Svitanić. Vergeet de bal mee te nemen. Zo is Ajax de ploeg in de eerste 10 minuten met het meeste initiatief. En met het kansje ook voor Svitanić. De kopbal over. Kulina. En weer Kulina. En alle tijd voor Olleger. Svitanić. Heel bewegelijk en steeds aanspeelbaar. Afellay gaat fel in bij Svitanić. Maar zegt Wegerheim, we spelen verder. Bekeek het weer van redelijk dichtbij, Jan Wegerheim, en liet het gaan. En het valt met Afellay, zo u ziet, dan ook wel weer mee. Mendes met wat ruimte. Toyfone. Nog niet gezien, maar dat zegt bij Toyfone niet zoveel. De ingreep van Olleger voordat Dujac helemaal vrij was. Brescia. Zo moest het, want Svitanić was in de buurt. Marcellus. Dujac. Nu dan wel bij Toyfone. Die stond daar al een tijdje te wachten. En omdat niet ging, uiteindelijk weer hier terug aan de rechterkant. Dat gaat niet helemaal soepel. Amrabat moest veel werk verrichten om die bal binnen te halen. Misschien is het ook wel de bedoeling van PSV om het initiatief wat meer aan Ajax te laten. Maar bij balbezit zal het toch niet de bedoeling zijn om steeds weer zo snel kwijt te zijn. Dat was Engels. Anita, een beetje te slap ingespeeld, maar het herstel is goed. Dan is Aissati vrij en ook Suárez. Suárez, wordt hij aangetikt? Ja. En weer stond Wegerheim in een positie dat hij dat ook kon beoordelen. Even op de rechtervoet getrapt door Salcido. Hier. Genoeg. Om de aanvallen van Ajax uit balans te brengen. Interessante afstand. Emanuelsson met links. Hard zat, maar Isaacson, wilde ik zeggen, heeft hem, maar in de rebound kan Ajax alsnog toeslaan. Dat laat Olleger na. Ook al omdat zijn inzet van richting wordt veranderd. Niet voor de eerste keer is Ajax dicht bij de openingstreffer. Isaacson moet hier lossen en dan Svitanić in de rebound van de wiel. Vermalen moet ik zeggen en Olleger. De hoekschop van Aissati. Weggehaald door Simons. Ja, wie dan? Geen van twee, en dan wordt het Afellay. En dan is Dzudzak
daar helemaal vrij. En is de ingreep van de Wiel heel belangrijk voor Ajax. Amrabat. En appel is van PSV omdat de assistent vlacht dat Wielaert een overtreding maakt ten opzichte van Avelay. Maar die wordt overruled door Weegreef. Ja, die bepaalt het uiteindelijk. Het is niet zo prettig voor die assistent dat hij wordt teruggewuifd. En ook de PSV-fans zijn er niet helemaal blij mee. Maar Weegreef wil niet de kinderachtig fluiten vanmiddag. En laat dit dus ook gaan. En het is een duw van Wielaert. Waar de assistent toch in ieder geval beter zicht op heeft dan Weegreef. Maar die geeft daarmee nog maar eens aan. A, dat hij het bepaalt. En B, dat hij veel wil toestaan. Tot nu toe althans. Het is hem echt. Moest even goed kijken. Ziet daar niets. 1-0. Van der Wiel. De man van die belangrijke ingreep, een paar minuutjes geleden. Waar Avelay en Djudjak er vandoor leken te kunnen. Suárez vanaf links. Koulina snel kwijt. Combinatie die verder niet doorgaat. Dat paasje van 1-0 onder te grote druk gegeven moest worden. Weer van de Wiel die er intussen goed bij zit bij Djudjak. Zo heeft de ploeg van Van Basten het beste van het spel in de eerste fase. Toyfone speelt zich goed vrij. Maar Wielaert wordt niettemin bestraft. Dat betekent dat Wielaert er de volgende wedstrijd niet bij is. Wil ik toch nog wel eens goed zien wat Wielaert hier verkeerd doet. Lijkt me meer de beweging van Toyfone. Dan dat Wielaert ook maar contact heeft. Het zou op de voet moeten zijn, maar dat leek me van niet. In ieder geval geel voor Wielaert. Hij er dus niet bij volgende week. Amrabat. Vermeer die geen risico's neemt en ze daarbij eigenlijk wel neemt. En nu tegen een strafschop aanloopt. Terwijl hij die bal eigenlijk gewoon moest laten gaan. En Vermeer kan protesteren wat hij wil, maar ook hij krijgt geel. Maar wat erger is voor Ajax. Er volgt een strafschop. Salcido was daar in de buurt. De trap van Amrabat en die kan Vermeer rustig laten gaan. Maar goed, dat zicht heeft hij dan niet. En hier is Salcido slim. Ja. Want hij zal hem niet raken. En misschien is dat ook wel zo. Maar hij is kwetsbaar hier, Vermeer. En kan dan deze bewegingen maken van ik heb hem inderdaad niet geraakt. Volgens het zicht dat Weegreef heeft, is dat wel zo. En Simons is doorgaans erg rustig. Maar Vermeer is de grote held. Ja, ja. En zo blijft het 0-0.
gaat wat ver om te zeggen, maakt zijn eigen fout goed. Want in de ogen van Vermeer had hij al niks fout gedaan. Maar dit is een mooie redding. En een opsteker voor Ajax. Dat al rekende op een achterstand. Want ik zei het, Simons is doorgaans erg rustig vanaf de stip. Aan de andere kant, Suárez. En niet uit bij Salcido. Olige moest daar met Avelay in de buurt. Simons. En Vermeer wacht op wat Simons doet. En heeft een uitstekende reactie. Want natuurlijk, een strafschop moet eigenlijk altijd zitten. Maar de reactie van Vermeer was bliksemsnel. Staat Weegreef vlak in de buurt. Dan heeft Ajax die strafschop wel overleefd, maar zit er toch in een lastigere fase dan de eerste minuten. Avelay bij de bal. Zuzak wil graag uithalen. Zuzak die dat ook wel kan. Dan krijgt hij hier de gelegenheid. Het is hard zat. Weer Vermeer. Mendes ook van grote afstand. Nou, van iets minder grote afstand. En dan gaat hij erin. Kon nog een paar passen maken. En dan schiet hij hem ongelooflijk hard binnen. En zelfs Vermeer heeft geen Vermeer. Eerst de vrije trap van Zuzak. Die een rare sweeper heeft. Waar Vermeer dan nog wel op kan rennen. Kijk eens, de extra meters die Mendes kan maken. Kan de bal ook nog eens even nog lekkerder neerleggen. Via de binnenkant van de paal is zelfs de uitstekend in vorm zijnde Vermeer kansloos. Bal draait steeds verder weg. En zo heeft PSV die treffer dan niet uit die strafschop, maar via Mendes dan toch. En daarmee is PSV in korter tijdsbestek effectiever dan Ajax in het eerste kwartier geweest. Ajax had hier de bal verspeeld via Olegger. Avelay. Avelay. Vermeer. Nee. Maar het wordt een doeltrap. Nu Marcellus die ver mee naar voren is. Zagen al bij die strafschop Salcido. Vlak voor Vermeer opduiken. En dat zorgt toch voor verwarring bij Ajax achterin. Hij staat hier goed gedaan.
van de wiel. Sweet en niets wijst. Maar van de wiel komt er in eerste instantie niet uit. Dus moet Ajax even terug. Bilaard. De felle ingreep van Tuchak. Ja, daar is niks tegen bestand. En die snelheid en ook vooral de curve die de bal heeft. Prachtige treffer van Mendes. Zijn derde van het seizoen. Slordig van Salcido. Vermalen. Olegair, omdat Toyfone daar niet bij kan. En hier kan Suarez weer niks mee. Avelay. Marcellus. Molina. Toyfone bij de spel. Nou. Had hem hier ook kunnen overroelen, dus weggeven. Ajax goed begonnen, maar PSV heeft heel resoluut de zaken overgenomen. Dat begon al met Simons, die miste dan die strafschop nog. De knal van Tuchak en daarna de goal van Mendes. Ja, dit moest natuurlijk al veel eerder gestopt zijn. En dit was eigenlijk niet nodig. Want Sweet en niet stond buitenspel. Amrabat. Sterk langs Vermalen. Voorzetje wat te kort. Maar ook niet echt lekker weggewerkt door Olegair. Avelay. Aissati. Suarez. Maar echt snel eruit komen, dat lukt Ajax niet, omdat PSV ontzettend fel is. En Ajax heeft nog niet begrepen dat het in die felheid mee moet. Vermeer. Bijna is een haast al de 16 uit, maar hij kon hem nog pakken. Van de wiel weggestuurd door Suarez. Dat ziet er perspectiefrijk uit voor Ajax, alleen is de keus van de wiel niet de juiste. Had wat te veel tijd nodig. Zoals Amrabat hier ook wel heel lang met die bal doorloopt. Daarmee inmiddels wel 1-0 kwijt is. Maar uiteindelijk ook het overzicht. Ja.
wedstrijd. Je ziet ook dat het tweede gedeelte van het eerste half uur niet goed is gegaan van Basten. Salcido. De ingreep van Wilaert. Die zijn manschappen nog maar eens even wakker klapt. Ja, Ajax moet mee met het fellere PSV. Dat wat schuchter begon. Maar er helemaal is. En hier bijna op 2-0 komt via Brechet. Daar in ieder geval toch de kans toe heeft. En Brechet kan tamelijk vrij staan. Overigens wel een behoorlijk stuk naast koppen. Daar zou je dan toch iemand als Svitenits bij verwachten. Daar zullen toch afspraken over zijn gemaakt. Olegger wel eenmaal kwijt, maar Mendes dender door. En dat geeft Amrabat de ruimte. En de rebound is voor PSV. Het is 2-0. Afalai. PSV dendert over Ajax 1. Mendes weer en daardoor Amrabat. En zo vrij als een vogeltje is daar Afalai. Daar is geen Eno, daar is geen Anita. En zoals bij de 1-0 van Mendes, Aissati ontbrak. Mag hier Afalai toch behoorlijk vrij de rebound binnen tikken. Behoorlijk vrij is een understatement. Amrabat. Kijk eens, Colina houdt die bal ook nog binnen. Colina. Ongelukkig. Half weggewerkt door Olegger. En hier Emmanuelsson. Suárez van de bal gegleden door Simons. Niks aan de hand. Zoals ook dit van Vermalen dan mag. Levert uiteindelijk de ruimte op voor Afalai. En kijk eens hoe makkelijk ze eigenlijk door kunnen lopen. En dan is hij eigenlijk nog nauwelijks in het spel betrokken geweest. Toivonen. En toch leidt PSV met 2-0 Afalai buitenspel. Hij is doorgelopen, Afalai. Daar waar Ajaxide op niks rekende. En zo heeft hij er dit seizoen inmiddels 13. Mendes wat hard terug op Isaksson. Nou, die heeft geluk. Ajax gaat voorrust Vertonghen brengen, zo lijkt het. En Anita gaat eruit. Meer body op het middenveld.
Maar het komt niet alleen maar op body en gewicht aan. Het gaat ook om dat je attent bent. Het was bij de 1-0 van Mendes al niet het geval. Waar was Aissati toen? En zojuist toen Mendes even doordenderde, was daar de vrijheid voor Amrabat. En de rebound voor Afellay, alsof niemand van Ajax was. Nou, dat was op die posities ook zo. In de poging een en ander te repareren, komt dadelijk Vertonghen. En is dit buitenspel? Nou. Zo gevlacht, zo gefloten. Maar volgens mij staat hier onder nog Colina. Afijn. Dat doet hij maar zo snel mogelijk, Anita, eraf gaan. Krijgt toch de handjes. Maar Vertonghen komt. Nou, dat is in ieder geval duidelijk zichtbaar meer body. Maar of het Ajax ook wat oplevert. 1-0. En ik weet niet hoe men in Alkmaar kijkt, maar helemaal ontevreden zullen ze toch niet zijn. Natuurlijk, ze tellen hun zegeningen. Terwijl hier Afellay nu geel krijgt naar die overtreding op Emanuelsson. Maar Ajax zal er hier in Eindhoven 3 moeten maken bij deze stand. Om het kampioenschap van AZ te voorkomen vanmiddag. Maar ik ga niet zeggen dat het niet kan, want er zijn zeker ook dit weekend weer gekke dingen genoeg gebeurd. Emanuelsson heeft wel heel veel pijn. En op het moment dat Ajax al een keer gewisseld heeft, lijkt het erop alsof dat binnen afzienbare tijd nog een keer moet gebeuren. Nou, deze late tackle van Afellay. Waarbij Emanuelsson niet helemaal vrij van de grond is en daarom veel schade oploopt. En dus wissel nummer 2, Soleimani erin. Van de nood dan maar een deugd maken. Het is zijn favoriete positie waarop hij kan gaan voetballen, Soleimani. Wielaert. De eerste poging de nummer 10 van Ajax te bereiken, die lukt niet. Amrabat. Mendes. Aissati, de ruimte voor Suarez. Aissati, sterk. Maar het vervolg is niet goed. Nog pijn bij Dudak. Nee, Simons. Tackle op de bal van Aissati. Zo leek het. Toch ook in de ogen van Weger heeft. Maar misschien zat er ook wel iets meer bij.
vervolg van Aissati is in ieder geval, laten we het zo zeggen, niet begrepen door Svitanić. Van de Wiel. In de voeten van Salcido. Die wissels het beeld nog niet echt gewijzigd. Maar de PSV-storm is uit zichzelf al wat gaan liggen, heb ik zo de indruk. Die heeft een minuut of 10, 15 hevig, maar wel heel effectief gewoed. Maar denk Vertonghen, weet je wat, ik help nog even een handje. 2-0 was nog niet genoeg. We zetten PSV nog even verder op het goede spoor. Ongelooflijk. Erin gebracht om een en ander te repareren. En dan gaat hij toch hier op echt afschuwelijke wijze in de fout. Want hij heeft er nog zicht op ook. En moet je nou eens kijken. Moet Amrabat toch gezien hebben. Maar nee, alleen maar zicht. Zicht op Vermeer en de paas daar naartoe was verkeerd. En dan heeft de Amrabat alle tijd om dit te verzinnen. En ik weet niet of er in Alkmaar een of ander noodfeest scenario is. Maar dan hebben ze nu toch een uur de tijd voor om dat noodscenario te gaan bedenken. De PSV won nog geen wedstrijd van de top 4 dit seizoen. Maar is hier vanmiddag nog aardig op weg om dat dan in ieder geval recht te zetten. En daarmee zelf ook tot de top 4 te gaan behoren. Want bij deze stand gaat het Heerenveen voorbij. En kijk eens, weer Vertonghen met een te korte paas. Nu wordt het hersteld door Oleg Soleimani. Vertonghen. 1-0. Aissati. Aissati. Soleimani. Aissati. Natuurlijk een treffer van Ajax. Maakt het nou niet meteen weer bijzonder spannend, maar helpt Ajax wel een aardig eindje voor rust. Svitanić vastgehouden. Bal komt terug bij Vertonghen. En dan is het uit de rebound toch 3-1. Ja. Vertonghen raakt de bal weer niet goed. Maar nu komt dat heel leuk uit. Want Suárez kan daardoor binnen tikken. Svitanić legt min of meer bewust terug. En dan raakt Vertonghen de bal weer niet goed. Is geen buitenspel. En Suárez is echt heel super attent. Of Svitanić het zo bedoelde, nee, Vertonghen zeker niet. Maar Suárez dan weer wel. En daar gaat het uiteindelijk om. Zijn 21ste.
En zo vervelen we ons hier niet. Dan te bedenken dat Vermeer ook nog gered heeft op de strafschop van Simons. Soleimani. Hij zat hier. Eno met wat ruimte. Durft het toch niet aan hem te schieten. Suarez is misschien een betere optie. Zover scheelt dat niet. De officiële speeltijd zit er bijna op. Als Suarez hier voorlangs schiet. En er 2 minuten bij komen. Ajax heeft al wat extra tijd nodig gehad na die blessure van Emanuelsson. Maar Vertongen dan, waar Soleimani voor kwam. En ook Anita is gewisseld voor Vertongen. Vertongen die in ieder geval meer of meer het genoegen smaakt. Met een onbewuste assist. De schande van de onbedoelde assist richting Amrabat weer een beetje te hebben weggewist. Brisje. Soleimani, dat is goed gedaan. 2 man kwijt. Laatste minuut van de extra tijd. Weer Brisje met het hoofd. Vertongen. Soleimani. Ajax op zoek naar een nog draaglijkere tussenstand. Dan heeft het daar nog voor de tijd. Als het goed is, nog 30 seconden. Voor het verstrijken van de eerste helft. Maar 1-0 met een slechte paas. En dan Dzudzak die zich vastloopt. Aissati. Op rechts is heel veel ruimte bij Van der Wiel. Aissati kiest voor binnendoor. De moeilijkste weg. En vindt Suarez niet. Het is de laatste poging van Ajax in een hele boeiende eerste helft. Waarbij het applaus van de PSV-fans komt. Die hebben het meest genoten ongetwijfeld. En daarmee denk ik ook elke AZ-supporter, waar ook te landen. 1-0 Mendes. Waar was Aissati? Het was een schitterende knal, maar wat had hij in vrijheid. Vertongen zal zichzelf vervloeken om zijn assist richting Amrabat. Afellay daartussendoor op de inzet van Amrabat. Waar was iedereen van Ajax toen hij 2-0 kon binnentikken? En Suarez uit een onbedoelde assist van Vertongen zorgt voor misschien nog iets van hoop bij de Amsterdammers. Ze staan met 3-1 achter en u weet het, ze moeten er 3 maken, willen ze AZ nog, vandaag althans, van het kampioenschap afhouden. Het is een gekke wedstrijd, dus we zeggen nergens nee tegen. Het is in ieder geval boeiend genoeg geweest. Dit zijn de statistieken en we zijn dadelijk bij u terug. Ze zijn er weer bijna allemaal. En ik neem aan u ook allemaal, want wie wil hier iets van missen? Vertongen een opmerkelijke rol voor hem. Svitanić min of meer een beetje aan de basis van de enige treffer van Ajax. Gemaakt door wie anders dan Suarez. Goed voor 21 treffers tot nu toe in de competitie. 27 in alle competities en ook heel veel beslissende voortzettingen. Of hij in de tweede helft ook nog voor een hoofdrol bij Ajax kan zorgen. We zullen het zo zien. Ajax begon goed aan de wedstrijd, maar na een kwartier pakte PSV het initiatief. En hoe? Met hulp van Ajax. 3-0 en uiteindelijk dan 3-1 via Suarez. Begonnen nu PSV ongewijzigd aan de tweede helft. Ajax voor rust al 2 keer gewisseld.
Eén keer tactisch en één keer noodgedwongen. De blessure van Emanuelsson. Die dus, u hoorde dat Barbara al vertellen, last heeft van een dikke enkel. De strijd om de tweede plaats is Ajax er veel aan gelegen om in ieder geval een gelijk spel te halen. Dan heeft het die tweede plaats. Want het heeft een beter doelsaldo dan Twente. En PSV heeft bij deze stand wat het graag wil, namelijk de vierde plaats. Hij staat hier. Marcellus. Ruimte gezocht bij Amrabat. Vermalen. Had veel tijd nodig. Hij staat hier. Goede controle. Wat voor de bal gelopen door Amrabat. Brescia. Bal kwijt aan Suarez. Zonder gevolgen. Van de Wiel. Salcido. Wordt niet lastiggevallen en heeft een aardige paas in huis. En Afellay met de nodige risico's probeerde in één keer Vermeer te verschalken. Of toch aan te nemen. Het zat daar tussenin en dan werd het niks. Maar wat had hij in ruimte? Salcido mocht zo verre van Suarez. Paas van Eno. Niet bij Soleimani. Het zou het Ajax goed uitkomen als die in de tweede helft eens op zou staan. En iets zou laten zien van de dingen die hij toch in huis heeft. Althans vorig seizoen toch. Salcido, goede interceptie en ook meteen Vertonghen kwijt. Paas onderschept door Oleguer. 1-0. Soleimani, maar naar wie? Amrabat, Oleguer. Maar steeds PSV weer makkelijk in balbezit. En de tijd om te pasen voor Simons, maar Amrabat staat buiten spel. Suarez. Soleimani claimt Hens. Wielaert. Hij zat hier van de bal gelopen door Mendes. Vrije trap is voor Ajax. Snel genomen door Wielaert. Maar dat gaat dan ten koste van de zuiverheid. Met een overduidelijke overtreding. Vrije trap is al genomen. Ruimte bij Salcido. Zuzak. Bal goed voor. Toivonen voor de eerste keer. Toivonen niet langs Vermeer. De eerste keer los. Toivonen, goede actie van Zuzak. Oleguer is weg, maar Vermeer niet. Amrabat maakt wat lol met Van de Wiel. En Zuzak met de hoekschop. Weggekopt Oleguer. Verder weg via 1-0. Opgevangen Salcido.
En uiteindelijk weer Zuzak. Die neergelegd wordt door Van der Wiel. En zo is het in die beginfase niet Ajax, maar PSV dat bepaalt. En is 4-1 waarschijnlijker dan 3-2. Affelay die bal met rechts kan laten indraaien bij de tweede paal. Of heeft hij nog iets fraaiers in petto? Dit kan ook. Bresje. Hard, maar ook ruim naast. Ajax kan nog maar één wissel inbrengen. Dat zou dan Leonardo moeten zijn. Die heeft Ajax wel eens gered uit de benarde positie. Suárez niet langs Salcido. Steeds PSV dat de duels wint. Geen buitenspel voor Amrabat. Amrabat met Wilaert. Zonder Wilaert. Maar ook zonder gevoel voor de juiste richting. Het is hem bij deze stand vergeven door de PSV-supporters. Vermalen. Het duurt lang voordat Ajax een medespeler vindt en elke ruimte is daardoor ook snel weer weg. 1-0. Niet zo moeilijk te verdedigen voor Colina, al moet hij dan tegen de zon inkijken. Soleimani. Twee man weggestuurd, dat is aardig. Soleimani met de ruimte voor een voorzet, maar die komt in handen van Isaacson. Bovendien heeft Weger heeft gefloten. Omdat Suter niet aan het shirtje trekt. Zuzak krijgt een herkans. Is Van der Wiel toch simpel kwijt hoor. Simons. En zo is bijna altijd een PSV eerder bij de bal dan Ajax ziet. Vermalen is fors ten opzichte van Amrabat, maar dat mag.
En Amrabat is er ook niet van onder de indruk. Wielaert raakt de bal verkeerd. Vermeer corrigeert. Ziet daar niets. Hij zat hij. Goed, scherp verdedigd door Brescia. Er zit al weinig overtuiging in wat Ajax doet. En PSV is daar tegenover zo scherp als een mes. En zo heeft Ajax in de eerste 10 minuten na rust niks afgedwongen. Sterker nog, PSV was dicht bij 4-1 via Toyfone en had ook via Amrabat nog een aardige mogelijkheid. Die hier weer wordt weggestuurd. Amrabat, 4-1. Ja hoor. Het is Colina. Ajax wordt overspeeld. En het zit er in die eerste fase van de tweede helft al dik en dik aan te komen. Mooi paasje binnendoor. Olegaer in de wind gezet en dan Vermeer op het verkeerde been. Mooie actie van Colina. In de korte hoek is dan de ruimte. En hij had dit seizoen nog niet gescoord. Met een kortstondig Ajax verleden maakt het dat misschien nog wel aardiger voor hem. Bal gaat even buiten omdat Mendes geblesseerd op de grond zit. En geen handje wil accepteren van Suarez. Zuid-Amerikaans temperament van beide kanten. Een soort houtgreep, maar dan op het been. En Mendes die het allemaal nog eens even uitlegt aan Suarez. En dan komt er een Argentijnse vredestichter tussen. De zaak te blussen. Ik zag hem in eerste instantie aan voor de man die op weg ging naar de vierde, maar dat was natuurlijk Jason Colina. Die dat heel fraai deed. En Amrabat nu vanaf links. Kon net niet bij de bal, 1-0. In een toch matig seizoen is het hier voor de PSV-fans een uiterst prettige middag. En lijkt Ajax of het moet wonderbaarlijk opstaan in het laatste half uur. De kans om de tweede plaats te komen te laten liggen. En ik neem aan dat er ergens in Noord-Holland ook een uiterst plezierige sfeer heerst. Helemaal niets in Amsterdam. Dat is wat overdreven. Maar vandaag toch niet voor Ajax. Dat natuurlijk wel zicht houdt op die tweede plaats. Want het verschil met Twente blijft
maar één punt. En ze komen elkaar nog tegen. Maar het is niet het scenario wat Ajax in de hoge hoed had. Want dit neem je ook mee in de wedstrijden die nog komen. En wordt het nog erger voor Ajax? Nee, want er is gevlacht. En dus moet hij stoppen, Avelay. Svitanić gaat eruit zo direct, terwijl hier nog een keer inderdaad bij de spelsituatie te zien is. En Leonardo komt. Maar die moet dan wel heel veel trucken uithalen in het half uurtje wat hij heeft. Drie keer moet Ajax scoren om die tweede plaats vanmiddag te halen. En vier keer om de feestvreugde in Alkmaar alsnog te bederven voorlopig. Maar we kijken en het is een gekke wedstrijd. Maar het is vooral van PSV-zijde in de tweede helft een goede partij. En Ajax kan daar niet in mee. Ajax dat het beste begon aan de wedstrijd. Suárez glijdt weg. Hij zat hij. Weer Suárez. Suárez. Wat te hard voor Leonardo. En Suárez ligt verongelijkt op de grond. Kan beter gaan staan en te kijken of Leonardo nog wat versiert namelijk. Die komt een aardig eindje. Toivonen. Komt er niet uit. Leonardo, dat is goed gedaan. Eén keer doorgespeeld. Vertongen. Marcellus. En weer Leonardo. En daar is niemand van Ajax. Avelay. Met 1-0. Zonder 1-0. Maar niet te halen voor Toivonen. Maar... De PSV-fans vinden alles best bij deze 4-1 stand. Wieland, wat ongelukkig. Dus kon Vermalen daar weer niks mee. Een beetje overgeleverd aan de genade van PSV. Zo lummelt Ajax er een beetje bij tot nu toe. In die tweede helft. Komt zelf tot niks. En het is dat PSV ook niet altijd gas geeft. Anders wordt de schade nog groter. Uiteindelijk wordt het een vrije trap omdat Aissati de overtreding maakt. Nou, het mocht Zuzak ver komen. Is ook wel slim in het uitlokken. Maar het duurde toch dat een hele tijd voordat er iemand van Ajax zich echt met de Hongaar ging bemoeien. En het levert PSV op een prettige positie een vrije trap op. Waar Zuzak zich graag mee wil bemoeien, maar waar ook Toivonen bij staat. Toivonen die ook graag zijn doelpuntje zal willen meepikken. Maar mag hij dat van Zuzak? Mag hij het proberen?
Of doet de Hongaar het? Nee, de Hongaar doet het. En niet onaardig. 5-1. Laat mij het maar doen. En hoe? Prachtig genomen vrije trap. Zelf verdiend ook, omdat hij door menig heen werd aangestaard. En Oleguer die hupt een beetje. Nou, ik wil niemand persoonlijk de schuld geven, maar om nou te zeggen dat dit echt fors verdedigen van de muur is. Soleimani springt, maar met de rug naar de bal toe. En dan gaat hij heel fraaie doelen. Leonardo. 1-0. Vertongen. In de jaren 50 mogen Heerenveen ooit eens een 5-1 achterstand op. In eigen huis tegen Ajax. We wonnen nog met 6-5, maar... Volgens mij kunnen Alkmaar de vlag wel uit. Toivonen komt terug uit buiten spelpositie. Vijf-1 en daar is... Zeker gezien wat er allemaal in de tweede helft gebeurt. Niks op af te dingen. PSV heeft zich in de wedstrijd vastgebeten en laat niet meer los. En Ajax heeft dat na dat eerste kwartier vergeten te doen. Laat mij maar doen, zei Zudek. Terwijl Toivonen het ook zo graag wilde. Zijn negende is dat van het seizoen. Leonardo. Leonardo, dat is aardig gedaan. En Brechet. Aardig dicht bij het doel, maar het is een hoekschop. Hij staat er. Suarez. Vertongen. 1-0. Tja. Er valt niet meer zoveel te coachen met 5-1 achter. Zudek. Weer nauwelijks lastig gevallen. Maar nu iets te enthousiast. Maar PSV kan en mag doen wat het wil. Ajax kijkt slechts toe. Ruimte bij Suarez. Soleimani voor het doel, maar Suarez doet iets wat daar precies tussenin zit. Tussen een
Schot en een voorzet dan. Geen buitenspel. Soleimani heeft ook wel wat ruimte, maar de keuze van Suarez is niet goed. Van 7-0 winnen naar 5-1 verliezen en misschien wordt het nog wel erger. Het is Ajax in een notendop dit seizoen. Onevenwichtigheid. Kijk eens deze terugspeelbal. Vermeer allemaal veel moeite mee heeft om die te controleren. Plan van Suarez, daar zal ook frustratie bij gezeten hebben. Wat nam Suarez nog iets mee ook, behalve de bal. Bijna in ieder geval bij Simons. Kijk hem fel uithalen en dan nog even inkomen bij Simons. Suarez, daar zit frustratie bij. En schuldbewust informeert hij bij Simons of het weer een beetje gaat. Geen PSV'er die rommelt verder. Nou, het gat tussen PSV en Twente en Ajax wordt na deze wedstrijd 6 punten. En met nog 3 wedstrijden is in theorie even die 2 ook nog wel haalbaar. Maar de 4e plaats, daar was het PSV in eerste instantie om te doen. En die is in de pocket. In punten gelijk met de Heerenveen, maar een veel beter doelsaldo. En daar wordt, wordt nu ook nog aan gewerkt. Weer niemand die Zuzak lastig valt. Vermeer voorkomt erger. Kijk eens wat een vrijheid. Eén man die een beetje met de Hongaar meeloopt en de rest kijkt toe. Hoe Vermeer dan uiteindelijk de bal uit de hoek tikt. De hoekschop. Toivonen. Half geraakt. Ook hij niet lastig gevallen. Een klein beetje door Vermalen. En hier Vermeer. Alles over de zijlijn geweest. Kan Ajax in het laatste kwartier, wat er zo'n beetje aan zit te komen, nog iets terug doen? De vraag stellen is hem eigenlijk ook al beantwoorden. Als Oleguer hier in de fout gaat bij Toivonen. Ajax moet er een beetje op hopen dat PSV het genoeg vindt. Zelf komt het tot niks, ook al neemt PSV wat gas terug. Foutje van Brescia.
Geen prettige middag voor Aissati, die ook nog eens niet al te leuk wordt toegezongen. Nou, daar word je een grote jongen van. Mag zich aantrekken dat hij bij de 1-0 Mendes alle vrijheid gaf. Maar zo kun je elke Aissati wel wat voor de voeten leggen vanmiddag en vanavond. Want het is inmiddels avond. Hier is Aissati. Een aardig balletje. En zo wordt het toch nog 5-2. En doet Ajax inderdaad wat terug. Via Soleimani. Nou, een mooie actie van Aissati. Dat is dan toch in ieder geval wat persoonlijke genoegdoening. Mooi balletje tussendoor. Goed gelopen ook door Soleimani. Isaacson die veel te weifelend komt. En dan heeft Soleimani geen probleem om met het stuiterballetje de doelman van PSV te verslaan. Niks aan de hand. Toivonen van de bal gespeeld. Weer Soleimani. Nu niet in één keer gedaan. Vermalen. Maar Vallei. Met Wilaert. En het wordt uiteindelijk een ingooi voor Ajax. Hier durft hij het niet aan om de bal in één keer te nemen, Soleimani. En daarmee is de kans weg. Dan kan Marcellus goed ingrijpen. Geen controle bij Vermalen. Amrabat. Zoeken naar Salcido. Leonardo zit ertussen. Vermeer. Aissati. In eerste instantie wel die bal binnengehouden. De tweede keer was het te lastig. Een oogst aan mij meteen hoongelach. Bij zijn ex-fans. Olliger. Slordig. Amrabat vangt dan Olliger heel rustig op. Mendes. Toivonen. Eén keer dicht bij een treffer kort na rust. En Olliger die geel krijgt. Ook bij zo'n overtreding druipt de frustratie ervan af. Veel te laat bij Avelay. Terecht dat hij daar geel voor krijgt.
Bakal gaat erin komen bij... PSV en Avelay eruit. Toivonen. Slordig. Suarez, ja. Isaacson toch. Hij aarzelde even, maar de bal had het effect wat voor hem uiteindelijk gunstig was. En Suarez biedt zijn excuses aan. Dat is netjes. Al vond ik dat hij toch nog wel recht had om door te gaan. Ging voor de bal. Malen. Maar nu. Weer vermalen. Slordig van Vermalen. Toivonen net niet. Bovendien een overtreding gemaakt. Ik neem toch aan dat ze er in Alkmaar niet om malen dat het feestje een kleine dag later alsnog gevierd kan worden. Terwijl Dudak nog even wordt aangepakt door Vermalen. Van harte gefeliciteerd hier vanuit Eindhoven. Want hoe gek Ajax het ook gaat maken in die slotfase. 4 maken in deze wedstrijd, dat gaat nooit meer gebeuren. Amrabat in de mangel bij Oleguer. En ja, die solliciteerde toch naar dat hij die wedstrijd eerder wil verlaten. Als eerste onder de douche. Maar zover gaat Weger heeft er niet. Maar let op Oleguer, die heeft geen enkele intentie om iets met de bal te doen. Vangt Amrabat op. Maar Weger heeft laat het bij een vrije trap. Er zijn zo links en rechts wel wat pittige overtredingen gemaakt vanmiddag. In eerste instantie, toen de wedstrijd nog een wedstrijd was, en later toch ook wat overtredingen uit frustratie, vooral van Ajax-zijde. Lazovic gaat er nog in komen, ik neem aan voor Amrabat. We gaan ze blij maken in Alkmaar, zei hij stralende, met een stralende glimlach Nordin Amrabat voor de wedstrijd. En hij heeft de daad bij het woord gevoegd. Terwijl Weger even nog even een brandje gaat blussen. Tussen Vermalen en Toivonen. Mendes met de vrije trap. Dat scheelt niet zo heel veel. De bal blijft daar, wilde ik zeggen, op het dak van het doel liggen. Maar zo was het ook weer niet. Opende
de score. En hoe vanmiddag, Mendes. En wil hier ook er nog eentje bij prikken. Leonardo. Aissati. Soleimani. Dudek. En buitenspel voor Bakal. Als Kromkamp nog voor een paar minuten gaat komen in plaats van Mendes. En ook die zal er onder groot applaus uitgaan, denk ik. Dat was ook niet zo moeilijk te voorspellen. En Kromkamp voor de paar minuten die nog resten. Dat zijn er officieel nog drie. En ik neem toch aan dat Wegereef niet alle extra tijd erbij zal tellen in een wedstrijd die gedaan is. Ook eventuele missertjes van PSV-zijde worden moeiteloos hersteld. Wielaert staat ertussen. Olegair wat kort, maar Vermeer is snel. Voor Ajax is die tweede plaats toch heel veel waard. Voorrondes Champions League. En het is wat makkelijk om te zeggen, daar hebben ze niet naar gevoetbald vanmiddag. In het eerste kwartier had Ajax alles wel onder controle. Maar toen PSV eenmaal begonnen was, kon Ajax daar niet in mee. Suárez. Aardige harde voorzet. Aissati. Aissati met mooie bewegingen. En dat wordt nog een hoekschop. Probeert in ieder geval zijn wedstrijdje binnen de wedstrijd te spelen. Aissati, dat leidde in ieder geval tot één treffer. Dankzij zijn goede voorbereidende werk. Waar Soleimani dan van profiteerde. En hier verdient hij in zijn ijver een hoekschop in de laatste minuut van de officiële speeltijd. En Olegair raakte die bal nog. Wordt van de lijn gehaald door... was dat Lazovic? En zo kan PSV er nog uit. Als Bakal van die bal afgebleven was, had Dudek het meteen al gevaarlijk gehad. Hier is Bakal alsnog. Bakal! Oh, wat fraai! Was Ajax dicht bij 5-3 via Olegair. Het wordt 6-2 via Bakal aan de andere kant. Mooi kort gedraaid. Mooi balletje van Dudek. Hij heeft weinig tijd nodig. Bakal Vermeer is kansloos. Voor de zesde keer.
vanmiddag dat hij moet vissen. En er komen 3 minuten officiële speeltijd bij, wil ik zeggen. Maar dat laat Degereef voor wat het is. En gelijk heeft hij. Ajax krijgt een afstraffing in een wedstrijd waarin het zulke goede zaken had kunnen doen. Het ook nog even een beetje spannend had kunnen houden wat betreft de kampioenskansen voor de rest van het seizoen. Maar laat ik hier van officiële zijde dan de eerste zijn om AZ officieel te feliciteren met het behaalde kampioenschap. Dat zat er al de hele tweede helft in. Ajax weggevaagd in de tweede helft. Zo is het en niet anders. PSV heeft meer dan Ajax in ieder geval op het veld vertaald waar het hier om gaat. Voor Ajax was het van zo groot belang om de tweede plaats te halen. Dat kon omdat Twente verloor van Feyenoord. Maar PSV kreeg de mededeling dat Heerenveen verloor van Utrecht. En heeft met die boodschap meer gedaan dan alles wat Ajax te horen is gekomen. Ajax had nog wel goed begonnen aan de wedstrijd. Maar PSV heeft daarna het heft in handen genomen en dat niet meer teruggegeven. Mendes, Afellay, Amrabat, Suarez die wat terugdeed. Koulina, Zuzak, Soleimani daartussendoor. En zojuist dan het slotakkoord van Bakal. Dat was ook al een hele fraaie. Voor wat betreft die strijd om de tweede plaats blijft de situatie dus onveranderd met voor deze speelronde. Want en Twente en Ajax verliest. Dus het verschil blijft 1 punt en ze komen elkaar nog tegen. PSV is de ploeg die het echt goed doet. Want staat nu in de top 4. Daar hoort die ploeg ook. Maar je moet je eerst daar naartoe toe voetballen. De punten gelijk met Heerenveen. Ook die strijd is natuurlijk nog niet gestreden. 1 strijd is dat pas. En dat is de strijd om de titel. Nogmaals, Alkmaar, van harte gefeliciteerd. De titel komt jullie toe. Al hadden jullie hem dan gisteren willen behalen. Het feest zal er ongetwijfeld niet minder om zijn. PSV in grootste doen hier vanmiddag dan toch tegen een in alle opzichten teleurstellend Ajax. Het wint overtuigend en dik verdiend met 6-2.